Dit is de Mountain Everest toetsenbord. En ik moet zeggen, het is fantastisch. En ik laat je weten in deze video waarom. Oh ja, en ik heb ook nog een Engels kanaal. Waar je trouwens nog leuke tech video's ook op kan dus check dat vooral even uit in de beschrijving ga er vooral even een abonneren even dankjewel als eerst even duidelijk laten te maken deze keycaps die bovenop zijn niet standaard deze heb ik gewoon van een andere webshop gekocht en bovenop gezet omdat ik het gewoon hartstikke mooie toffe keycaps vind standaard met dit toetsenbord krijg je dus zwarte abs keycaps deze heb ik meteen verwijderd omdat ik de kwaliteit niet echt fantastisch vind van abs keycaps Want vaak krijg ik snel vingerafdrukken erop en worden ze snel viezig en groezemig en vind ik de textuur erop algemeen niet echt fijn. Oftewel, PBT keycaps zou ik sowieso even halen voor het toetsenbord nog en na. Als eerste, de design en bouwkwaliteit. Ik moet zeggen, het is fantastisch. Dit is echt wat deze toetsenbord op schijnt, Want, als eerste... Het toetsenbod is super stevig. Je kan drukken wat je wil, maar je hebt geen flex. Het buigt helemaal niet. Het is dus super stevig. En dat komt eigenlijk wel door de aluminium toplaat die hierbovenop zit. Dat maakt het gewoon heel stevig. De achterkant is gemaakt van plastic. En je ziet dat hier allemaal cable routing, roetjes, allemaal zijn voor je kabel natuurlijk. Uh, is plastic maar nog steeds stevig, en ik ben super tevreden over de bouwkwaliteit hiervan. Standaard, wat de Mountain Everest ook geleverd met Cherry MX switches. En ik heb op deze versie de Cherry MX Browns. En om in te zijn, ik vind ze best wel fijn. Maar ja, ik weet hoe sommige mensen denken over MX Browns. Uh, ik vind ze gewoon fijn. Oké, okay? laat me gewoon. <laughs> maar als je zo wil, kan je de switches wisselen voor iets anders. Want deze board is hot swappable, wat dus echt fijn is. Eén ding wat je wel even moet weten is dat. Dat het toetsenbord alleen maar 3 pin switches ondersteunt, dus geen 5 pin switches. Aldus, als jij 5 pin switches hebt, zul je toch even de paar contactpunten even moeten klippen om het hierin te laten passen. Ja, het is even een kwijtje, maar helaas is het gewoon eenmaal zo. En natuurlijk een niet onbelangrijk punt is de RGB verlichting. Ja, de Mountain Everest heeft ook leuke fancy lichtjes hierin. Die je helemaal individueel kan aanpassen per key met allerlei effecten van dien. En dat is top. Alleen ik moet wel even één ding zeggen. Ik vind toch wel de helderheid, de felheid van de RGB verlichting toch wat matig. Het is niet echt fantastisch. Uh, het had voor mij nog wel een stukje veller verder gemogen. Maar ja, ik heb deze keycaps erop. Die zijn toch niet doorschijnend. Dus weet je, mij maakt het in principe niet zo heel veel uit. Maar als jij het wel uitmaakt, is het misschien wel even een dingetje. Ook waar Mountain aan gedacht heeft, dus wel heel leuk en heel uniek, is RGB verlichting rondom het toetsenbord te doen. En dit vind ik best wel een tof idee, alleen op dit toetsenbord huidig is het toch wel een beetje doelloos, als ik heel eerlijk ben, want de RGB-strip zit helemaal binnen in het toetsenbord. Het zit in een soort van geultje als je dat kan zien. En de licht is niet enorm fel. Oftewel, alleen van de zijkanten kun je het echt goed zien. Maar als je bijvoorbeeld boven je toetsenbot zit, ja, je ziet er niet echt veel van. En dat is toch best wel jammer. Dus ik had liever even gezien dat ze het echt goed aan de buitenkant hadden gedaan. Dan had je tenminste nog wat gezien. Oh ja, ook al niet heel onbelangrijk is natuurlijk de. Polsteun, ja, je krijgt er ook nog een polsteun bij. En deze is ook magnetisch, die kun je zo hier gewoon up, erop klikken. En voilà, that's pretty much it. En als we een blik werpen naar de achterkant van het toetsenbod, merk je dat het toetsenbod geen voetjes heeft die je zo uit kan klappen om de hoogte te verstellen. Maar je kan hem wel in hoogte verstellen nog steeds hoor. Don't worry, don't worry. Um, namelijk door magneetjes. En ik vind het best wel een tof idee, omdat je hier heel veel opties mee kan krijgen. En je hebt dus hier magneetjes bij in de doos gekregen om dus de hoogte te verstellen. Je hebt dus twee voetjes met een rubberen onderkant natuurlijk om het niet te laten glijden op je bureau. Maar je hebt ook dus gewoon verhogingsmagneetjes om het zo even te noemen. Om dus de hoogte te bepalen van hoeveel je het dus je toetsenbod wil. Dus je hebt je voetje met je rubberen laagje en het verhogingsmagneetje die klip je zo erop. En dan denk je van nou ik vind dit wel een goede hoogte en dan wap. Kun je zo hier aan het toetsenbord vastdoen en dit is dus de hoogte die je wil. En verder wat je zal opvallen op het toetsenbord is. Je hebt een aantal poortjes aan de zijkant en aan de bovenkant van het toetsenbord. Waarbij je hier aan de bovenkant twee USB-C poorten hebt. Aan de zijkant heb je nog een USB-C poort. En aan de rechterkant heb je nog een USB-C poort. En aan de bovenkant heb je ook nog een USB-A poort. En dan denk je van wat moet je met al deze poorten? Kan je daar gewoon mee opladen? Is het gewoon voor data? Nou, ik zal je eens even vertellen: dit toetsenbord, wat het juist zo fantastisch maakt, is dat je het gewoon helemaal kan uitbreiden. En dan denk je van oké, okay, ik kan dus een numpad erbij halen en het verbinden aan dit toetsenbord. Denk je denkt van oké, okay, nou wauw, ik heb dus nu een normaal toetsenbord. Maar ik zal je eens even laten weten: je kan deze numpad niet aan de normale zijde, dus aan de rechterzijde van het toetsenbord doen, maar je kan hem ook door middel van een switch hier aan de achterkant woep, zo veranderen. En dan kun je hem aan de linkerzijde zetten van je toetsenbord. En dit vind ik echt verdomd handig. Want ik zit altijd met te weinig ruimte op mijn bureau. En door middel dat ik dit nu aan mijn linkerzijde van het toetsenbord kan doen. Heb ik meer ruimte voor mijn muis. En het is gewoon zo enorm fijn. En ook super tof aan de numpad is je hebt vier LCD schermpjes hierop. En I love this. Want dit kan je dus helemaal zelf programmeren in wat je ook maar wil. Wil je bijvoorbeeld een programma starten? Dan kan je dat zo instellen. Wil je een uh, uh, shortcut hebben voor bijvoorbeeld Photoshop? Dan kun je dat hierop instellen instellen. Wil je bijvoorbeeld de switchen op jouw stream dan kan je dat hier ook op programmeren. En over het algemeen zijn de LCD schijntjes mooi helder en scherp genoeg om te zien wat er op staat. En ook als je zou willen heb je nog een USB-C kabel om de numpad ergens anders op je bureau te leggen wat ook gewoon super fijn en flexibel. En I love it! Het is gewoon fantastisch! I like it! Goed over nagedacht man, een serieus, goed gedaan. En naast dat je toetsenbot toetsenbord kan uitbreiden met een numpad, kun je dat toetsenbord ook uitbreiden met een dock. En dit is wat ik ook gewoon enorm tof vind. Alhoewel ik het niet enorm veel gebruik, is het misschien voor sommigen best wel interessant. En de dock kun je dus bevestigen aan de rechterzijde of linkerzijde van je toetsenbord. En hij sluit ook super gemakkelijk erin, ik hoef niet eens te kijken en hij al de juiste plek vinden. Dus zoals dit, even sliden, sliden, sliden en voilà, hij zit erop en hij is bevestigd. Dus super makkelijk om te bevestigen, helemaal geen probleem mee. Maar wat kun je nou met de media dock? Vraag jij je af. Nou, met de media kun je dus je media regelen. Je kan dus bijvoorbeeld pauzeren, starten van je muziek, skippen van je muziek en je kan je geluid muten. en je kan namelijk ook dit LCD schermpje hierin kun je dus Controle. En, maar ik zal je eens even laten weten wat de features precies zijn van dat LCD-schermpje. Binnen het lcd scherm van de MediaDock heb je een aantal opties, waaronder dus de klok met timer en stopwatch. Je hebt een profile-optie. En dit geeft je keuze tussen vijf verschillende profielen die je kan instellen in de Mountain Base Camp software. Je hebt Lightning, dus voor al jouw lichteffecten kun je daar dus doorheen cyclen zonder dat je de software hoeft te openen. Maar natuurlijk om de beste. Customization te hebben zou ik wel eigenlijk de software aanraden. Je hebt volume om natuurlijk je volume aan te passen. Je hebt ook brightness om de helderheid van het LCD-schermpje op je numpad en van de MediaDoc aan te passen. En je hebt ook PC-info, dit laat precies zien hoeveel procent je processor, of videokaart of harde schijf of internet op dit moment inneemt. Graag had ik toch wel eigenlijk temperaturen hier ook bij willen zien, maar dat hebben we helaas niet. En hebben we APM, dus dat is hoeveel acties per minuut jij uitvoert op het toetsenbord, mocht je het bij je willen houden. En tenslotte heb je ook nog custom. En dit kun je dus gebruiken door een macro aan te maken binnen in de Basecamp software en dit te gaan toepassen op, op het draaien van het wiel. En natuurlijk ook niet heel onbelangrijk is de Mountain Basecamp software. Dus wat kan je nou hierin en hoe pas je nou daadwerkelijk dingen aan? Als eerste kun je dus verschillende profielen aanmaken, maar liefst vijf. En vervolgens kun je ook lichteffecten toepassen. Dus bijvoorbeeld als je statische lichteffecten wil hebben, dan kun je dat bijvoorbeeld instellen. Maar laten we zeggen, je wil een leuke Color Wave hebben, dan kan dat ook. Wil je een tornado hebben? Oh, jongen, het is echt een gekke tornado. Potverdekken me, kijk hoe het gaat. ja. Je kan ook breathing effects doen. Je kan ook reactive. Dus wanneer je iets intikt, dan zie je opeens het intikken. Hij is wel enorm lag, zie ik opeens op de software. Maar ja, het uh, laat ongeveer zien hoe het eruit ziet. Je kan ook matrix, dan gaat het van boven naar beneden druppelen. En dan gaan we volgens naar key bindings. En dan kun je zien dat ik al een lijstje van vier bindings heb. Waaronder dus de file explorer openen. Ik heb hier ook dus een knop als ik bijvoorbeeld erop druk. Dan open ik mijn. Audio instellingen. Wat echt super handig is. Dan kan ik meteen hey, helemaal induiken. geavanceerd Als uh, helemaal aanpassen wat ik wil. Uh, ik heb ook ja zo. Dus voor de screenshots had ik bijvoorbeeld ingesteld. Dat het programma dus opent. En zo een screenshot maakt. En ik heb ook ingesteld dat ik een hibernate knop wil doen. Dus als ik daarop druk. Dan gaat mijn computer in hibernate en dat is gewoon super makkelijk en al deze dingen kun je dus simpelweg gewoon instellen op dit menu dus als we nu bijvoorbeeld op de numpad drukken op een van de plaatjes zul je dus ook zien dat je gewoon simpelweg hier allerlei keuzes hebt je kan ook bijvoorbeeld media doen je kan keyboard shortcuts doen uh, obs studio functies kun je bijvoorbeeld ook in doen je kan er ook bijvoorbeeld adobe of davinci resolve shortcuts bijvoorbeeld hierop instellen en dat is gewoon fijn en handig om te hebben. Uh, ja, deze functies heb je gewoon allemaal. Je kan, ik ik je, je het oh zoveel mogelijkheden. Het is fantastisch. Nou kun je natuurlijk een leuke plaatje kan je dus hier in de uploaden. Het is simpelweg gewoon een PNG of JPEG plaatje kun je dus hierin doen en het werkt gewoon en het laat gewoon zien. Je hebt ook al een standaard plaatje tussen zitten, mocht je dat toch wat makkelijker vinden en je bent geen Photoshop legende. Ik heb dit ook gekopieerd voor internet hoor, weet worry. Dan hebben we macro's. Hier kun je dus gewoon natuurlijk macro's instellen. Dus laten we zeggen, we gaan even een nieuwe macro maken. Dus even een test. Er staat recording. We kunnen dus bijvoorbeeld kiezen, willen we onze muis recorden? En willen we onze keyboard ook recorden? Of willen we alleen één van die twee dingen doen? Dus laten we zeggen, ik doe een hallo, ik ben Sander. En dan stoppen we recording. Dan hebben we deze macro dus gemaakt. En dan kan ik hem assignen op een plek. Dus laten we nu een random knop eens proberen. Even kijken wat doen we doen. De plus op onze numpad selecteren we hem. Voegen hem toe. Nou oké. Okay. Dus nu hebben we onze numpad toegevoegd. Dus als we een notepad pakken. bub, Zo. En we klikken op plus. Hallo ik ben Sander. 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 Werktop. Helemaal geen problemen mee. Is echt super makkelijk. En als je wilt verderen, prulbakje, kletske bam. Easy peasy. Vervolgens heb je nog je display dial en hier kun je bijvoorbeeld alles selecteren tussen uh, de opties wat er maar mogelijk is. Je kan dus verkiezen of je dit wil uitgeschakeld hebben of niet. Stel je hebt bijvoorbeeld heel veel functies hierin die je toch niet gebruikt, dan wil je natuurlijk ook niet zo lang de hele tijd doordraaien dat je pas dat optie hebt. Nee, je kan ze gewoon uitschakelen en dan skipt hij dat in een minuutje en dan ben je gewoon zo snel mogelijk bij hetgene wat je graag wil zijn. En kun je ook verkiezen of je LCD schermpje. Een plaatje laat zien, een klok laat zien, timer stopwatch, volume laat zien, uh, PC informatie laat zien of andere dingetjes. Kun je allemaal zo gewoon op instellen en dat is gewoon nice. I like it. Ik laat je even zien met de image. Hier, kijk, kun je hier image op doen. Kun je zelf ook weer uploaden. Het is gewoon super gemakkelijk. Het had wel even fijn geweest als Mountain ook even aangaf hoe, wat voor formaat. Afbeelding, eigenlijk het beste werkt, maar ik heb altijd gewoon 500 keer 500 ingeknikkerd. en het werkt gewoon lekker. Uh, ja, geen probleem mee. Volgens heb je nog een settings-optie en hier kun je dus checken voor firmware updates, zeker doen want er komen telkens hartstikke leuke functies binnen de software, dus ik zou zeker aanraden om eens eventjes natuurlijk even te updaten. Voor de rest kun je de functies disabelen en de indicator uh, lichtjes bijvoorbeeld enabelen en dezebelen en kun je keyboard layout aanpassen mocht je het willen. Ja, dat typtest test. Here we go. En moet je even rekening houden. De stabilizers zijn ook geloopt door mountain, wat ook gewoon top is. Wat dus het geluid veel beter zou moeten maken en de feel. Dus weet je, laten we niet te veel. Gaan we even tikken. Kijken hoe het is. Dus. Dus wat vind ik van de Everest Max? Om eerlijk te zijn, 250 euro, een super goede waarde. En ik zou zeggen, ga niet voor de Core om het later uit te breiden. Want dat kost je gewoon enorm veel geld. Ga gewoon meteen voor de Everest Max of gewoon niet. Want dat heeft gewoon de beste waarde. En ik denk dat je best wel veel krijgt voor je geld. Toezerbordje, het tikt lekker. De palmsteun is lekker comfortabel. Het is niet te zacht, maar ook niet te hard. Het is gewoon perfect, I love it. En ook magnetisch eraan, dat ook fijn is. Ja, de Numpad. Ik kan echt niet meer terug naar een TKL toetsenbord. Of een toetsenbord met het Numpad aan de rechterzijde. Ik kan gewoon niet meer terug. Ik vind het zo fijn om die flexibiliteit te hebben. Dat ik hem rechts op het broek kan zetten. Links, overal waar je me wil. Dan kan je hem gewoon neerzetten. En dat is gewoon zo ontzettend fijn. En dat heeft ook een waarde op zichzelf. Maar het meest fantastische vind ik eigenlijk gewoon wel de Numpad. Extra LCD schermpjes, dat is super handig voor streamers dus als je bijvoorbeeld scènes willen switchen of als je natuurlijk programma's wil openen of uh, hotkeys wil instellen. Je hebt al die flexibiliteiten mee, het is gewoon super fijn. En je kan numpad aan linkerzijde, rechterzijde, voor, achterbureau, weet ik veel wat, je kan hem met een kabel verlengen. Je hebt die flexibiliteit en dat is gewoon fantastisch. I love it. Oh, ik vind het zo heerlijk. Ik wil gewoon niet meer terug naar een tkl toetsenbord of een toetsenbord of een full-size toetsenbord met een numpad aan de rechtszijde. Ik kan het gewoon niet meer. Ik, ik wil dit gewoon voor altijd hebben. En daarom kan ik gewoon niet terug naar mijn handtoetsenbot, I guess. Het is gewoon zo ontzettend fijn. Maar ik had toch wel wat meer functionaliteiten binnen de Mediadoc willen zien. Waaronder bijvoorbeeld uh, CPU-temperaturen, GPU-temperaturen. Um, Notificaties misschien. Stel je krijgt een berichtje op je mobiel van WhatsApp. Of wat nou ook. Dat je bijvoorbeeld een lampje ziet branden op je toetsenbord. hé, hey, je hebt een berichtje op WhatsApp gekregen bijvoorbeeld. Eh, gewoon dingen zoals dat. Ja, ik, ik vind het gewoon een beetje een maandig dingetje. En het heeft niet zoveel toegevoegde waarde voor mijzelf. Maar ja, over het algemeen. Ik vind het een zeer innovatieve toetsenbord. En je kan zeker zien dat er tijd en aandacht hier aan gespendeerd is. En daarom vind ik de Mountain Everest best wel een... Leuk toetsenbod en kijk je zeker aanraden voor deze prijs. En dat is ook met de video. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Like natuurlijk als je het leuk, beulzaam en informatief vond. Ik heb ook een Engels kanaal, dus ga daar zeker heen om me even te abonneren. Want huidig Nederlands blijft inactief. Dus ik zou zeggen, ga daar even heen. Meer toffe video's over technologie. Dus check dat vooral uit. En uh, see you later, alligator.